RTV Drenthe is de regionale omroep voor de provincie Drenthe. Dat is, betekent dat wij radio, televisie en internet maken voor alle 480.000 inwoners in onze provincie. Voorheen werkten wij met NIS4. Dat kon alleen maar op de redactie zelf. Als iemand thuis wilde werken of vanuit een gemeentehuis waar het nieuws zelf plaatsvindt, kon dat eigenlijk nooit in ons redactie-informatiesysteem in NIS, omdat het alleen maar op de redactie zelf toegankelijk was. Nou, met steeds meer nieuws en sneller het nieuws brengen, leverde dat gewoon problemen op. En als je kijkt naar ons intranet, wij hadden een intranet, nou dat kwam zo'n beetje uit de prehistorie. En daar wilden we ook een oplossing voor, omdat je toch steeds meer projecten krijgt. Mensen zoeken steeds meer naar informatie, konden dat alleen maar via internet hier intern vinden. En dat was gewoon niet meer voldoende. De eisen die we hebben gesteld aan de oplossingen die we zochten voor zowel het intranet als voor het redactie-informatiesysteem is dat het eigenlijk overal altijd beschikbaar is. Dus daar zijn we uiteindelijk tegenaan gelopen dat we daar een oplossing voor wilden hebben. En die is gevonden in een opvolger van NIS4. En dat is NIS5 geworden. En met NIS5 kun je vanaf elke plek in de wereld, als er maar internet is, je werk doen. Als je kijkt naar ons intranet, daar stonden we meer blanco in. Toen we dat op een rijtje hadden, zijn we met verschillende leveranciers gaan praten. Onder andere met Ilionix en die kwamen met IBM Connections om de hoek zetten. Bij NIS5 hebben ze vooral geholpen met het installeren van het product en het testen van het product. Ilionix heeft ons ook geholpen bij IBM Connections, bij het platform waarop wij samenwerken. Dus wij noemen het social. Ze hebben het niet alleen technisch geïnstalleerd, maar vooral geholpen om het geaccepteerd te krijgen binnen de organisatie. De grote voordelen van beide systemen, zowel NIS5 als IBM Connections, is dat we veel beter en sneller kunnen werken. Als je kijkt naar NIS5, het grote voordeel daarvan is dat we nieuws gewoon sneller hebben. De verslaggever kan gewoon op locatie zelf al een bericht maken, het meteen online zetten, er een foto bij plaatsen. RTV Drenthe heeft al een tijd lang als motto altijd in de buurt, maar met name NIS5 heeft ervoor gezorgd dat we nog meer altijd in de buurt kunnen zijn. Waar we zelf echt heel erg enthousiast over zijn, is dat social, IBM Connections, bij ons voor meer draagvlak rond projecten zorgt. Waar je vroeger vaak zag dat kennis niet gedeeld werd, dat maakte projecten onbekend en dus onbemind. Via social, IBM Connections, maken we projecten, de informatie van projecten openbaar, centraal georganiseerd. En daardoor is altijd alle informatie voor alle medewerkers beschikbaar. En dat werkt dus heel erg positief uit in de praktijk. Wij werken nu denk ik ruim een jaar met Ilionix samen. En wat mij vooral in die samenwerking bevalt is dat ze af en toe behoorlijk bij de hand kunnen zijn. In de positieve zin. Dus ze denken goed mee en ze zijn kritisch. Als die oplossing er staat, hoe gaan we er dan mee werken? Oftewel, hoe realiseren we echt meerwaarde van het product? En daar zit wat mij betreft de kracht van Ilionix.